Ja, na 32 jaar komt er inderdaad een einde aan het Wapen van Wijchen. Het komt geen einde aan, maar wij gaan wat anders doen. Na 32 jaar verdwijnt de naam Wapen van Wijchen van het Marktplein. Het restaurant krijgt andere eigenaars en een andere naam. Ja, dat is eigenlijk een beetje gegroeid in de loop van de tijd. De jongens van zaal 4 die hadden interesse in onze zaak. En eigenlijk ook al een beetje door corona zijn we op een gegeven moment toch een beetje daarop ingegaan. En wij vonden dat zij hele leuke plannen hadden. En toen werden wij ook een beetje enthousiast. En toen dachten wij, nou, wij hebben ook heel veel andere dingen nog te doen. Dus zo is het eigenlijk gekomen. We gaan het Wapen van Wijchen overnemen en daarin gaan we 1 september beginnen met een verbouwing. Waarop we hopen op rond 1 november open te gaan met een nieuw restaurant wat de Tijd heet. Sal 4 is een all-in concept waar je kan borrelen, waar je kan lunchen, waar je kan dineren. Lunchen en dineren kan straks bij de Tijd ook. Maar we gaan niet het complete concept van Sal 4 kopen. Het moet totaal iets anders zijn. We gaan het meer eigenlijk iets luxer maken, maar wel betaalbaar. Manon en haar man stoppen dus met de zaak. Tijd voor nieuwe avonturen. Nou, wij deden eigenlijk altijd al van allerlei andere dingen erbij. Dat weten heel veel mensen niet, maar wij geven wijntrainingen in restaurants. En we hebben een wijnwebshop waar we dus de wijnen verkochten van die we bij het Wapen op de kaart hadden staan. En wij hebben altijd gezegd, als wij dadelijk wat meer tijd hebben, dan gaan we wijnreizen organiseren naar Cyprus. En daar zijn we al heel druk mee bezig. Dus we gaan niet zomaar op de bank zitten de hele dag. Dus we hebben echt wel hele leuke plannen. Een afscheidsfeestje geven voor de vaste klanten van het Wapen van Wijchen kunnen ze nu niet. Nou, wij hadden eigenlijk gepland om een leuke afscheidsreceptie te doen. Maar helaas, dat gaat het niet worden met corona. Hè? Dus dat gaat niet lukken. We hebben wel heel veel vaste gasten benaderd. En die gaan we allemaal nog wel een keer zien, maar niet in een afscheidsfeestje of zo. Nu komt er dan na 32 jaar ook een einde voor Manon in de horeca. Ze zal het gaan missen. De mensen. De gezelligheid, mensen lekker verwennen en zo. Dat zit dan een beetje in het bloed.